vrije schop. Ingezet uiteindelijk door Talan. Zo staat Heerenveen weer voor en weer is het Jeffrey Talan met zijn tweede treffer van de wedstrijd. Inmiddels de 8e van de competitie. En Utrecht moet weer tegen een achterstand aan gaan boksen. Wapenaar. Kuit. Lucius. En dan een strafschop gegeven. Radomski en Groenendijk. En de bal gaat op de stip. En bovendien is er nu rood. Op bijna driekwart van de wedstrijd. Een wending. Na dit duel tussen Groenendijk en Radomski. Die hiervoor niet alleen een strafschop tegen, maar ook een rode kaart mee naar de kleedkamer krijgt. Dan moet die strafschop er nog wel in. Maar dat is aan Robbenmond wel besteed. Ook zijn tweede treffer van deze middag. Kuit. Robbenmond. Eerst van het doel weg. En is dit buitenspel van Lucius? De grensrechter zegt het. Normela. Houtuin. Normela wil de bal terug. Is niet buitenspel. Maar dit is ook een aardige optie. Alleen Talan kan er niet voldoende aankomen. Het is altijd zo geweest dat we de traditionele dip hadden na de winterstop. Maar daar is dit jaar helemaal niks van gebleken. En we zijn op dezelfde voet doorgegaan als voor de winterstop. En we hebben gewoon met goed voetbal hebben wij eigenlijk onze tegenstanders onze wil opgelegd. Heel veel ploegen komen nu naar Heerenveen om een puntje te pakken. In ieder geval niet te verliezen. En als ik terugdenk aan de wedstrijden van Feyenoord en Ajax. Die kwamen ook duidelijk met de intentie om niet te verliezen. En dat is heel anders dan dat ze in het verleden naar Heerenveen kwamen. Misschien de enige ploeg die duidelijk wel met de intentie kwam te winnen was PSV. De supportersvereniging koos op haar jaarlijkse feest de speler van het jaar. Tieme Klompen slaagde er net niet in zijn titel te prolongeren. Dames en heren, met 30% scoren, Anthony Leurling! Sportclub Heerenveen en de FC Twente staan samen op de 4e plaats als de ploegen elkaar treffen in Enschede. Ook concurrenten Ajax, Feyenoord en Vitesse staan op kleine afstand. Jensen. Goed in één keer doorgespeeld op Talan. Bosker met de redding. Snelle uitbraak van Heerenveen. Talan prima geschoten. Leurling struikelt over de bal, maar blijft in balbezit. Nog altijd Leurling. In het midden vertrekt Jensen, maar dit is een uitstekende oplossing van Leurling. Nurmela, met de kans om te schieten. Bal voorlangs. Paas nu van Hansma. Talan weggelopen uit de rug bij Grujic. Jeffrey Talan met de lop, net over. Vennegoor. Mooi balletje op de Witte. De Witte voorbij Vonk. Het doel is leeg. En wordt gevonden door Chris de Witte. Tegenaanval Heerenveen. Leurling. Jensen. Goede combinatie met Leurling. Leurling. Talan. Kon net niet de bal inschieten. Na die draai. Huizing. Prima paas op Mika Nurmela bij de tweede paal. Talan. Tja. Jeffrey Talan. Plotseling was daar de versnelling van Heerenveen. Prachtige counter. En Talan moet hier gewoon scoren.
diepten af. Vennegoor. Vennegoor. Dat is de kracht van Jan Vennegoor of Hesselink. De hele verdediging van Heerenveen stapte voor buitenspel, maar FC Twente ontsnapt daaraan. De Witte gaat af op Mitrita. Wie is de Witte? Traves. En de beslissing in de wedstrijd. 12 minuten voor tijd. Het is een complete vergadering. Uiteindelijk toch Vennegoor die hem neemt. Snoeihard op de paal. Dus toch alle 22 spelers staande bij het Friese bloed. Het Friese bloed, het Friese volkslied. Zoals dat hier gebruikelijk is bij thuiswedstrijden in het Abel Enstra Stadion. Achterin het vaste koppel, Hansma en Klompen. Raza, Dudek. Ging niet helemaal soepel. Talan. Talan, ruimte gemaakt door Nurmela. Huizing laat de bal vallen op Hansma. Kwartier gespeeld bij deze corner van Nurmela. Draait van het doel af met veel effect op bal Hansma. Beenhakker ziet ook dat Heerenveen eigenlijk al op 2-0 had kunnen staan. Huizing. En hij zit erin, Hansma. Dit keer niet met zijn kop, maar met zijn rechterschoen. En de voorsprong is dik en dik verdiend. Het regende hoekschoppen. Ze waren eigenlijk allemaal wel gevaarlijk. Vooral dankzij Huizing en Hansma. Wiens shirt daardoor van Gobbel bijna werd uitgetrokken. Huizing en Hansma schiet binnen. Binnenkant paal 1-0. Konteman tegen Huizing. Voordeel zat er niet in voor Heerenveen. Vrije trap dus nu tegen Konteman. Net als de corners neemt ook Nurmela deze vrije trap. Met veel effect. Vrije man is Lulling. Boem, wat een kans. Man. Huizing. Nurmela. Groot gat op het middenveld. Maar daar is Talan weer. Die regelmatig over de visser heen dendert. Hij laat de bal los. Dudek en Lulling kan scoren. Dudek die zelden op een slippertje te betrappen is. Kan die bal niet vasthouden. En Lulling scoort dus. De topscorer van Heerenveen. Hij had het 10. En dit was nummer 11. Lulling zet Bosveld vast. Lulling krijgt een beuk van Gastel. Lulling zoekt nu ook een duel met Konterman op. En gaat voor de strafschop. Maar die krijgt hij niet. Van Gobbel. Gobbel in de klem bij Lurling en bij Jensen. Nou, dat is niet zo slim wat Van Gobbel doet. En die heeft ontzettend geluk dat Uilenberg hier vanavond de scheidsrechter is. Want iedere andere arbiter had geel getrokken. Uilenberg lost het gewoon op zijn Uilenbergs op. Een gebaartje, een woordje. Helpt meer dan een kaart of een fluitsignaal. Van Gobbel. Boosheid van het publiek richt zich tegen Van Gobbel, maar dat is onterecht. Van Gobbel die nu weer optreedt tegen Lurling en die nu wel op de bom gaat. Dat kon niet uitblijven, dat is zijn eigen schuld. Maar als je van deze arbiter geel krijgt, dan maak je het wel heel erg bont. Kans daar voor Feyenoord. Schot op de paal van Thomasson. Van Gobbel is over de 100 graden. Lurling naar de grond. Bonje tussen Van Gastel en Klompen. Kortom, het Abel Enstra stadion staat in brand. Raza. Feyenoord zet wat meer druk. Daar komt Vonk en dat had hij beter niet kunnen doen. Een absolute fout van Vonk. Maar Mitrita helpt zijn keeper.